Goedemiddag allemaal, hier bij deze aflevering van Mario Galaxy. Hi, goedemiddag, daar ben ik weer, zelf beleefd weer terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Yay, ik heb er zoveel zin in. Ik neem dit op een vrijdag, terwijl dat dit pas ja, maandag opgeload wordt. Ach, heb jij mail voor me, wat lief. Here's a letter for Princess Peach. Dear Mario, screw you. Ja, het is addressed to Mario en ik ben Luigi en 20 one-ups. Ja, zoals ik al zei, hier is hetzelfde als een Mario 64, dus maar weer met 4 levens begint. Dus beginnen we automatisch met 24 levens. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Goed, wat we in deze aflevering gaan doen is terug naar deze dome. Want ja, daar wouden we naartoe. En er zijn een paar interessante dingen. Nou ja, voor mij interessant, voor jullie dingen. Ja, voor jullie is het gewoon eigenlijk audio-commentaar. Waar ik eigenlijk best wel over wil praten. Dus, dan wou ik gaan beginnen in het volgende level. Dus mag ik eventjes alsjeblieft de Grabstar? Dat zal wel heel erg fijn zijn. Zoals jullie weten, ik lees bijna altijd, ik lees het eigenlijk altijd, alle reacties die ik dus zeg maar binnenkrijg. En dan moet ik zeggen, ik ben echt heel erg blij dat het kanaal zo groeiende is, dankzij jullie. Ik bedoel, we zitten bijna op de 1600 subs. Misschien zitten we vandaag op de 1600 subs, dat zou ik niet weten, want ja, in 4-3 dagen kan er een heleboel gebeuren, dus ik weet het niet. Poolstar Pat, ja, heel erg boeiend. Dus ja, we zijn hier over mijn sterren en alles. Maar over de reacties, dan moet ik zeggen, sommige die vind ik wel grappig om te lezen. Bijvoorbeeld van, Mario Galaxy 2, dan zei je Star Bitch in plaats van Star Bit. En ja, misschien een verspreking, misschien dat het zo klonk, ik weet het niet. Dus altijd hartstikke leuk om dat allemaal te lezen. En ik lees voornamelijk ook dus zeg maar van, ja, wanneer komt er weer een nieuwe Mega Man? Wanneer komt dat Let's Play? Wanneer komt die Let's Play? Hoezo die Let's Play? Zelfde play, je hebt vakantie, waarom neem je nou op? Omdat ik er zin in heb. Dus, volgens mij maak ik nou een... Oh nee, ik doe het wel goed. Dus, ja, ik vind het echt allemaal leuk om te lezen. En 9 van de 10 keer dan hou ik ook wel een beetje rekening mee met ja, wat de volgende Let's Play gaat worden. Waar ik dan op dit moment mee bezig ben. En ja, sommigen die vinden Minecraft helemaal leuk. Sommigen vinden Mijn batterij schijt er weer uit! Yes, eindelijk! Ik had al extra batterijen klaar liggen, dus maakt niet uit. Ik doe heel eventjes de batterij. Nee, maar ik kreeg dan heel erg vaak ondertussen dat we batterij gaan vervangen. Ik kan het eruit knippen, maar ik vind het veel te leuk om met jullie eventjes te praten. Even lekker te babbelen, terwijl ik een spel aan het spelen ben. Wat jullie heel erg interessant vinden. Hartstikke leuk. Dus even de batterijen zo. Poef. Oké. En dan... Oh, ik moet op A drukken. Ik druk op B. Is dat erg? Nee? Goed zo. Dus, zonder dat er enig oponthoud was... Kijk, deze batterij die zit helemaal vol. Die komt eigenlijk uit een andere Wiimote. Omdat, ja, ik heb pas geleden nog een 2-player game zitten doen met iemand gezellig. Dus, yay! Ik pak ze allemaal, waarom? Weet ik niet. Ik vind het leuk. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon... Speedrun Tactics! Oké. Dus, nee, ik moet zeggen, echt alle reacties van, ja, wanneer komt er een volgende spel? Of sommige reacties, dan denk ik bij mijn eigen van... Kijk dan de hele video voordat je die vragen gaat stellen! Ik had, ja, ergens vorige week had ik dan een onweervideootje geplaatst. Want ja, het had geonweerd. En ja, hebben we dus dik weer 2,5 uur in de polder gestaan. Alleen maar om eigenlijk weer een beetje onweer te gaan filmen. En we hebben mooi beeldmateriaal gekregen. Toen kwam er dus iemand aan en die vroeg al gelijk... Wanneer komt er weer Minecraft? En op het einde van het videootje zeg ik eigenlijk van tot de Minecraft dus zeg maar... ja, volgend weekend weer zou gaan beginnen. Dus dan... Soms heb je van die reacties er ook wel eens tussen zitten. Dan heb ik ook van die reacties er tussen zitten van... over voice acten. Of ik weer een keertje in een aflevering zou willen voice acten. Nou, dat zou op zich wel... dat zou wel mogelijk zijn. Maar aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat dat heel erg vermoeiend is. En waarom word ik niet aan jou... Heb jij geen aantrekkingskracht of zo? Aan de andere kant moet ik wel zeggen van... Ja, voice acten, dat doe je voornamelijk op het moment dat er tekstballonnetjes zijn. Net zoals de Toad voice op het moment dat er een Toad aan het praten is. Dat is ook voice acten. Dus, en ik moet zeggen dat voice acten... Het is leuk om te doen... Maar gewoon random voice acten is best wel lastig. En het is wel handig om dat te helpen met improviseren. Maar echt gewoon voice acten zoals jullie van mij gewend zijn. Ja, ik ken het wel proberen. Ik bedoel, ik heb ook wel wat Engelse typetjes. Maar ja, aangezien dat ik Nederlandse Let's Plays doe. Ja, ik doe al heel erg veel Engels voice acten dan met karakters die dus even stemmetjes hebben. Dus ga weg jij, spin. Een itsy bitsy spider. Ja, hij viel. Goed, hier hebben we... Auw, en die beet. Stout spin, mag niet bijten. Stout. Goed. Dus om eventjes verder te gaan over, over de voice acting. Ik vind het zeker leuk om voice acting te doen, dus zie het alsjeblieft niet verkeerd. Maar om dat gewoon random te doen, dat is hetzelfde als gewoon iets in een andere taal proberen te zeggen, zonder dat je weet wat je in een andere taal moet zeggen. Hallo? Where's that
dan van de Power Star. Nou, dat weet ik niet, Geeltje. Hoe gaat het met jouw groentje? Ik ben zelf ook een groentje. Text a punch! Oké, ik dacht dat ik met jou kon praten, maar ik krijg gewoon een automatisch tekstballonnetje. Wat jij wil, ik vind het prima. Goed, hi Goomba. Waarom bevrijd ik jou? Dat is een van de domste ideeën ooit. Waarom ben ik hier nog steeds al die kristallen eigenlijk aan boven slaan? Ik bedoel, het is niet dat er iets in zit. Wat zeg jij? How could you? Captain, how could you? Ja, hoe kon je? Hier, ik spring op je hoofd. Nou. Nee, ik wil... Op een of andere vage manier heeft dit schip zijn eigen zwaartekracht. Ta-ta-ta-ta-ta! Miss Luigi! Zo, jouw stem is irritant. As the brave captain of the Toadrunner, I already discovered the shortcut to the Power Star. Take this Slink Star at the top of the Starshroom. Ja, wat jij wil, joh. Hossie! Nou, dat was eigenlijk een hele rare hossie. Maar dat maakt niet uit. Hossie! Dat is beter. Nou, dit is een van de interessante dingen, zeg maar, van Mario Galaxy. Ik moet zeggen, dit vind ik persoonlijk... Ik heb medelijden met degene die dit in elkaar heeft moeten zetten. Ik bedoel, ik weet niet of ik het erover had gehad in Mario Galaxy 2, aangezien het Mario Galaxy 2 al een lange tijd geleden is. Maar om echt al die blokjes zo in de ruimte te laten vliegen en dan op het moment dat je dus zeg maar dicht in de buurt komt, om op zo'n manier, het spel zeg maar in elkaar te moeten zetten. Hier zit veel tijd in. Hier zit echt heel erg veel tijd in. Ik heb echt medelijden met degene die dit heeft moeten programmeren. Want dit is echt verschrikkelijk. En met Luigi is dit nogal lastig om te doen. Ik weet het, ik ga er heel erg langzaam doorheen. Maar dat komt omdat, ja, Luigi is nogal een... ik weet niet, waarschijnlijk heeft hij schaatsen aan of rollerskates. Ik weet het niet precies, maar... Op een of andere vage manier glijdt hij overal op. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wou het hebben over... dit is best wel interessant. Voice acting. Ik zal het er af en toe een keertje doorgooien. Speciaal voor jullie. Maar daarom vind ik de reacties lezen altijd zo leuk. Het geeft een beetje feedback over van... Ja, wat zijn de leuke dingen? Wat zijn de minder leuke dingen? En ja, ik kom er wel achter. Ik kan niet iedereen blij maken. Wat eigenlijk best wel jammer is. Maar dat zou eigenlijk best wel wonderbaarlijk zijn op het moment dat ik iedereen blij zou kunnen maken. Was het maar waar. Maar... Ja, de ene die vindt bijvoorbeeld Mario Galaxy bijvoorbeeld helemaal niks. En dan voordat jullie gaan beginnen... Hoe kun je Mario Galaxy nou helemaal niks vinden? Ja, sommigen die vinden dat. Die vinden de Minecraft-video's weer helemaal geweldig. En anderen die denken echt bij hun eigen... Ja, ik vond het eigenlijk leuker toen de tijd toen je nog geen Minecraft deed. Die vinden Minecraft helemaal niks. Ja, nou, oké. Okay, kan ik ook begrijpen. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Hallo? Oké. Okay. Druk wel op naar voren vooral. Dat is wel heel gemeen als ik daar naar dood ging. Maar iedereen heeft zijn eigen smaak erin. Dus ster. Vandaag... Ik heb respect voor iedereen en ik hoop dat mensen dat wel kunnen begrijpen dat ik iedereen blij probeer te maken. Vandaar dat ik dus zeg maar in het weekend alleen Minecraft doe en dan gewoon een main project zeg maar hier doe. Dus. Oh, is er weer een evenement? Op 13 sterren, dat is nogal apart. Maar ja, ik heb weer heel veel Starbits. Wat heb je te zeggen dan? It seems that a prankster comment has appeared somewhere. Oh nee... Prankster comments have very strange effects on galaxies. If you want to learn more about these customs, ask the Luma over there. That knows such things. Ja, dat zal ik zelf maar uitleggen. Prankster start comments die komen dus zeg maar hier gewoon willekeurig random voorbij. Zonder dat je een comment medal zoals in Mario Galaxy 2 moet gaan halen. Aangezien ik Mario Galaxy 2 als eerste heb gedaan. Prankster comments zoals je dat ziet hier zeg maar op de radar. Dan hebben we hier dus een prankster comment. Als je met deze dude hier praat, die kun je dus zeg maar wat starbits geven. En dan verandert hij de locatie van een prankster comment. Als daar nog een prankster comment sterft. Halen is. Dus ze komen volledig random en op het moment dat ze dus komen ben ik verpleegd om ze gelijk te doen. Dus ik hoop dat dit een makkelijker prankster star comment is, want prankster star comments die staan nogal onbekend om nogal irritant te zijn. Good Galaxy. Speedy comments. Oké. Okay. Speedy comments, dat zijn 9 van de 10 keer dat je dan moet speedrunnen en zo snel mogelijk een level moet gaan. Ik vind het best. Bring it on. Like Donkey Kong. En ik weet het, heel erg veel van jullie die willen ook zeg maar de nieuwe Let's Play zien. Of ja, de nieuwe games. Maar hier is het ding. Ik zelf... Ja, dan gaan we beginnen. Ja, dit level hebben we toch al gehad. Ik moet speedrunnen, dus het is hartstikke lang handig om er gewoon zo over te kunnen praten. Ik zelf persoonlijk moet zeggen dat ik... als ik een spel haal, dat ik allerlei spoilers probeer te vermijden. Dit is geen grapje. Ik probeer echt letterlijk en figuurlijk elke spoiler van een videogame te vermijden. Om daar eventjes een visueel voorbeeld van te geven. Kan ik nou hier eventjes snel de... Nee, ik wil niet meer praten.
Zo. Scheelt ook weer tijd. Nee, maar om dus... Ja, het een beetje visueel. Op het moment dat... noem dan maar iets. Skyward Sword. Het is een oud spel nou ondertussen. Ja, oud, oud. Het is al een paar jaar oud, laat ik het zo zeggen. Dus daarvoor is het toch al let's played. Maar toen Skyward Sword zeg maar nog niet uitkwam. En tot het dus... tot het nog een spel in development was. En tot er wel al een release date zeg maar voor was. Toen heb ik dus zeg maar echt... alles op alles gezet om maar geen spoiler te krijgen. En dan moet ik hier de laatste... Oké, waar zit die laatste? Waar zit die? Dank je. Ik vind het altijd zo vervelend om die dingen te moeten zoeken. Nee, maar toen heb ik dus elke spoiler... Dat doet pijn. Uh-oh, dit... Natuurlijk rol helemaal 100% over me heen. Waarom ook niet? Ik heb je tijd genoeg. Nee, maar toen heb ik dus elke spoiler die te vinden was. Of elke walkthrough of... Let's Play die er toen die tijd al neer werden gezet. Die heb ik dus vermeden, omdat ik vind het zelf het leukste natuurlijk om dingen zelf te onderzoeken. Zoals vroeger in de oude tijd. Vergeet niet, toen ik een klein onschuldig jongetje was. Haha, onschuldig. Geloof je het zelf? Nee. Maar op het moment dat ik dus zelf, toen de tijd van er geen internet was. Zoals ik heel vaak heb verteld over tweede keer dat ik... de Legend of Zelda 2 had gedaan en... Dat ik daar ook zoveel lol mee had. Omdat je alles wat je dan onderzoekt, dat is dan nieuw voor je. En dat heb je dan helemaal zelf gevonden. En daar zijn mensen dan ook zo trots op. Ja, dat gevoel kun je nog steeds hebben als je dus zeg maar niet op internet zoekt. En daarvoor heb ik dus de een jaar regel erin gegooid. Van op het moment dat de spelletje dan een jaar oud is. Om dan te zeggen van dan pas ga ik het let's play. Zodat iedereen die gesubscribed is toch een jaar heeft om een nieuw spel zeg maar helemaal zelf te onderzoeken. En ja, ik zou het zelf niet echt leuk vinden als ik dan let's play aan het maken ben en van iemand die dan zeg maar spoilers probeert te vermijden. Dat ik dat spel dan ga doen en dolgraag mijn video's zou willen zien, maar ik met het project bezig ben en die spoilers. Je snapt wel wat ik bedoel, dus vandaar dat ik daar dus die 1 jaar in geregeld heb. Alleen dan moet ik zeggen dat ik toch een keer een Wii U spel wil gaan doen, dus er komt binnenkort een Wii U spel. Alleen, dat wordt wel lastig, aangezien je twee schermen hebt, maar dat snappen jullie wel. Goed, we hebben 1 minuut en 50 seconden om deze baas te verslaan. Oh nee, dat gaat me toch nooit lukken? Tuurlijk wel. Ik ben een piranha plant. En het enige wat ik doe is lopen. Kijk hoe angstig ik ben. Ik heb een hele grote bakkes. Ik kan je zo verpletteren, maar het enige wat ik doe is rondlopen. Ik loop eigenlijk nog niet eens praktisch achter je aan. Op het moment dat je een snelle bocht maakt... Loopt hij nog niet eens achter je aan? Dan is hij echt heel erg langzaam aan het draaien van... Oh ja, ik zou je maar eens even proberen aan te vallen. Mis, oké. Geen wonder dat jij makkelijk te verslaan bent. Hier, dat kostte me nog niet eens 20 seconden. Bijna 10. Oké, nou krijg je een ster. Stopt eigenlijk die tijd hier? Ik denk het niet. Dus, ik moet wel zeggen, ik heb pas geleden... Gisteren. Donderdag dus. Heb ik de Wind Waker HD voor het eerst uitgespeeld? Nee, ik heb Wind Waker al vaker uitgespeeld, maar ik heb het over de Wind Waker HD. De versie op de Wii U. Mocht er ooit de Let's Play komen van de Wind Waker, dan zal het uiteraard de HD versie zijn. Omdat ja, dat is een beetje de nieuwere versie, of hij nou een jaar uit is of niet. Maakt je zo niet eruit, aangezien dat het de GameCube versie al heel erg lang bestaat. Dus dat wou ik heel eventjes out of the way hebben. Goed, in ieder geval dat was onze eerste speedy comment. Dat stelde niet zoveel voor. Ik wilde nog eentje doen in deze aflevering. Maar goed, waar ik het dus over had, dan was het dus over, de Legend of Zelda HD, HD. Het enige wat Wind Waker HD biedt, is dat het in HD is. Niks anders als HD. Heb ik al gezegd dat het spel in HD is? Het is hetzelfde als deze video. Deze video die jullie nu aan het kijken zijn, is full HD. Terwijl het nog niet eens een HD-spel is. Nou, wat ik zo jammer vind bij The Legend of Zelda Wind Waker... Vergeet niet, op het moment dat hij uitkwam, Ocarina of Time op de 3DS was al uitgekomen. Graphics improvement. Hele mooie graphics, moet ik heel eerlijk zeggen. Echt, ik vond de graphics gewoon geweldig. Maar om heel eerlijk te zijn, bij... The Legend of Zelda Wind Waker HD had ik dus ook zo'n graphic change verwacht. Nou, dat was helaas valse hoop, want er was niks veranderd. Het spel was eigenlijk precies nog hetzelfde. Er zijn een paar nieuwe lichteffecten, er zijn een paar nieuwe schaduweffecten. Heel erg leuk. Ja, spoilers. Nee, het zijn geen spoilers, het is gewoon grafisch waar ik over sta te praten. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het enigste... Ja, ik moet zeggen, ik vond dat je een selfie met Link kan maken met de camera. Dat was op zich wel leuk, dat je dat Miiverse kon posten. Sommigen waren heel erg creatief daarmee. Ik heb zelf ook wat posts neergezet. Dat je er kunt er toch wel een beetje mee lachen. Maar voor de rest moet ik zeggen, ik heb het spel uitgespeeld en ik vind het spel nog steeds... Ja, niet één van mijn favorieten. Ik weet het, er zijn heel erg veel Legend of Zelda, Wind Waker fans
hier in deze community. Sorry, ik ben nog steeds van mening. En die mening blijf ik houden tot Wind Waker niet een van mijn favoriete Zelda's is. Maar er komt wel een... gaan jullie me nou vertellen dat ik een ball jump kan doen om die moesje te pakken? Veel plezier ermee. Hoppakee, ik ga gewoon verder. Maar ja, dat zijn eigenlijk een beetje de dingen zeg maar, wat ik over de Wind Waker nog wou melden. Hij komt als Let's Play, maar nogmaals, het is niet een van mijn favoriete Zelda games. Dus hou er wel rekening mee. Want ja, HD, wauw. Oké, ik moet zeggen dat ik de Fast Sale, of de Swift Sale zoals dat die heet, dat ik dat een behoorlijke fijne upgrade vind, persoonlijk. Ik bedoel, om sneller te kunnen zeilen en dan niet meer de windrichting te hoeven te veranderen. Beste upgrade ooit. Laat ik er eerlijk mee zijn. En ja, ik weet het. Je hoeft niet meer allemaal van die DC-charts te vinden. En mijn controller deed daar op een of andere manier een beetje raar. Hi Toad! Hoe heb ik uit te melden? Hit the transition! Heb ik al gedaan. If you're going! Heb ik al gedaan. Niet boeiend! Hoi Kamek, je foep! Daar. Ah, heb ik er daar ook eentje voor nodig? Flame! Nou, weet je wel, hier dan. Yeah. Lijkt wel Mario Kart. Dus. Nou, en voor de mensen die natuurlijk willen weten hoe erg zit ik te wachten op Super Smash. Nou, ontiegelijk erg zit ik te wachten op Super Smash. Dus, Ik ga binnenkort ook beginnen aan A Link Between Worlds. Link Between Worlds, dat is een van de spellen waar ik dus echt zeker op zit te wachten. Die ik zeker een keer wil doen. Secret! Zoveel Starbits! Ik moet ook wel eventjes een beetje opletten wat ik aan het doen ben in het spel natuurlijk, hè? Het is audio-commentaar, maar natuurlijk ook over wat we in het spel aan het doen zijn. En dan blijf je maar aan het doorranden over van alles en nog maar. Schiet natuurlijk ook niet op. Had je daar niet zo in gekend? Nee, maar niet uit. Waarschijnlijk gaan jullie alleen maar vuur schieten. Tenminste, daar zie ik jullie wel voor aan. Nou, hier, heb een schelm. Boom! Wil jij er ook een? Wil jij er ook eentje hebben? Nou, hier dan. Speciaal voor jou. Wilde ga je even hier blijven? Ik heb je nodig. Hallo. Ik wil kijken wat er in die vraagtekenkistje zit. Nou ja, dan moet ik jou maar brutaal vermoorden. Een red shell. Oh, dat is locked on target of zo. Even. Yay! Extra hitpoint. Leuk. Niet dat ik dat nodig heb, maar meer hitpoint. Al moet ik zeggen dat jullie in de reacties nogal veel zeggen dat ik meer moet gaan falen. Alsof dat ik dat opzettelijk ga doen. Als ik dat opzettelijk zou gaan doen, dan is de humor er vanaf. Hi. Big Kamek, you foop. Oké. Hi. Dit is onze baas, dames en heren, jongens en meisjes. Het is een... Kamek. Ish. Ja, oké, je zal waarschijnlijk wel een andere naam hebben. Goed, wat je moet doen is met deze gozer, je moet gewoon zeg maar de schelpen die hij afvuurt, die moet je gewoon terugschieten naar hem. Rode stralen, dan moet je vooruit kijken. En voor groene stralen, die wil je gewoon dus zeg maar oppakken met de spinaanval. En tegen zijn gezicht aangooien, waar ik heel erg in faal. Waarom? Oké. Hallo? Nou, kom op de... Oké, falen hoeft dus niet bepaald death te betekenen, hè? Dit is dus ook een van de grofste falen. Kamek, wij moeten praten. Of Kamektra. Ik weet het, het heeft een andere naam. Voor mij is het een female Kamek, ik weet het precies. Het andere als je Pokémon zou spelen, dat je er dan eigenlijk zo'n balletje bij hebt of zo, tot het dan staat of het een female is of niet. Handig met nicknames. Al heeft iedereen er eigenlijk lak aan. Ik bedoel, Bolt kan zowel vrouwelijk als mannelijk zijn. Oh, dan krijg je twee vuurballetjes. Wat lief. Mag ik nog een keer zo'n schoon schelpie? Vind ik leuk om tegen je gezicht aan te gooien. Je hebt zo'n groot gezicht. Valt niet te missen. Oh, heb ik je nou boos gemaakt? Heb ik je nou beledigd? Sorry, was niet mijn bedoeling. Mini-Kamek! Mini-Mies! Serieus, waar ben jij, Dr. Evil? Waar is die andere? Oh. Heel veel vuurballen in ieder geval. Hoi. Maak je heel even dood. Dat was er zeker niet erg. Kijk eens voor jou. Ah. Je had groene lippenstift. Zie je, het is een vrouw. Dat. Ja, groene lippenstift. Daar zit het hem in. Dus, Jeen ster. Als jullie echt willen weten waar ik op zit te wachten, is het Mario Galaxy 3. Geen remake. Of een variatie op. Zoals Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario, vraagteken. Mario Galaxy 3, prima. Nieuwe Mario game in 3D. Sterren verzamelen, niet zoiets als 3D World, maar gewoon echt zoiets als dit. Graag. Daar zit ik ook op te wachten. You discovered a new galaxy.
jee. Dat is het andere vraagtekenvakje. Maar ja, aangezien dat we al 20 minuten in deze aflevering zitten, of 20 afleveringen in deze minuut. Enemy base spot. We detecting massive energy spikes. What are they doing there? Ik heb geen idee. Nee, ik wil nog niet zeggen. Dus ja, ik wil dat laten in deze aflevering. Ja, dus heb je een leukste momentje voor deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Of wil je iets anders melden? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, nogmaals, ik lees alle reacties. Dus ja, ik hoop weer leuke dingen te kunnen lezen in deze aflevering. En ja, als je de tijd hebt, laat een like achter. Ik weet niet, ik vind wel, ja, de balkje dat moet toch groen worden op een of andere manier. Dus ja, als je daar tijd voor hebt, laat het eventjes. Ja, en dan hoop ik jullie morgen natuurlijk weer te zien in een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Ik dank jullie voor het kijken. Dit was Zelda Play 20. En tot morgen maar weer. Doei!